Hey, welkom bij de Kat Cool No podcast. In deze podcast staat altijd de vraag, wat maakt jouw rijk centraal? Waar word je blij van? Waar krijg je meer energie van? En waar ga jij je geld mee verdienen? Ik interview inspirerende ondernemende mensen over hun passie en datgene wat hen rijk maakt. En ik deel mijn gedachten, hersenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool No podcast. En vandaag heb ik een hele toffe en bijzondere gast, Jantine Tunjes. Hey Jantine, welkom. Dank je. Hallo Kat. Leuk dat je er bent. Ja, ik ken jou uit Miami. Bij Mastermind van Ilka de Boer. En ja, we hadden eigenlijk meteen een hele leuke klik. En ik ben ook mocht de gast zijn in jouw podcast. Dus ik ken jou een beetje. Maar voor de luisteraars, wie ben jij? En wat doe jij zo al in het leven? Ik ben dus Jantine. Ik ben net 56 jaar geworden. Ik ben moeder van een dochter. Die 12 is. En ik... woon in Limburg, ga verhuizen naar nog zuidelijker Limburg binnenkort. En ja, heb een parttime baan als arts in, noem het in de zorg. En ja, ook als ouderenarts, specialist ouderengeneeskunde heet het officieel. Dat is mijn opleiding ook. Ik heb ook een achtergrond als natuurgenezer eerder. En daarnaast ben ik een bedrijf aan het opstarten. En dat is eigenlijk in Miami is mijn goud mij aangereikt door de groep en Ilko en Dolly. En dat is dat ik mensen wil helpen die in ziekteprocessen zitten, in eindelevensfases, die bezig zijn met allerlei medisch-ethische vragen. En dat kan zijn als coach en ondersteunen, maar het kan ook zijn dat ik mensen daar op den duur wil gaan opleiden, om dat ook bij anderen te gaan doen. Dat is ook nog wel een dingetje wat ik wil gaan uitbouwen op den duur. Dus er liggen wel opportunities. Leuk, mooi. Mooi, Jantine. En jouw bedrijf heet Caregiver. Ja, klopt. Mooi, ja. Ik denk dat zal ik ook even noemen, want dat is belangrijk. Ja, dankjewel. En, ja. Dat doe je ook. Caregiver, wil je dat ook weten? Waarom caregiver? Ja, dat wil ik zeker weten. Daar heb ik heel goed over nagedacht. Ik heb een keer gegoogeld op mantelzorgen. Want ik zou aanvankelijk me op mantelzorgers gaan richten. Nou, die zijn nog steeds, horen die tot mijn mogelijkheden. Want mensen kunnen ook natuurlijk betrokken zijn bij iemand die ziek is of in een eindfase zit van zijn leven. Maar caregiver betekent dus letterlijk mantelzorger. Ik vind een veel mooier woord voor mantelzorger. Want mantelzorger vind ik geen mooi woord eigenlijk. Het zegt ook heel weinig eigenlijk. Mensen weten vaak ook niet dat ze mantelzorger zijn. Caregiver, dat kun je hebben voor je naaste. Je kunt het voor jezelf doen. Maar je kunt ook door mij een stuk caregiving krijgen. Dus het heeft meerdere lagen. In tegenstelling tot gewoon het woordje mantelzorger. Dat zegt dus heel weinig. Ja. Ja, ik vind ook inderdaad het, you care about something. En dat is, ja, dat heeft wel een iets diepere laag. En dat is ook, nou ja, en wat ik van jou begreep is dat je gewoon sowieso de mensen begeleidt op diverse vlakken. En met jouw achtergrond als arts en jouw achtergrond als natuurgenezer heb je natuurlijk wel een hele mooie holistische manier van werken. En wat ik in Miami ook van je heb meegemaakt, is dat je de lastige onderwerpen zeker niet schuwt. En dat hele begeleiden van mensen in hun einde levenfase of mensen die te maken hebben met iemand die daar in zit. Dus ja, het begeleiden van de geliefde of de partners of de mensen in de omgeving. Dat is natuurlijk ja, dat is best wel pittig. Maar ja, jij kan daar op een hele mooie manier over spreken met mensen. En dat vind ik wel heel interessant en mooi. Dus ja, mooie baan. En nou ja, goed, tof dat je dat allemaal kan combineren ook. Dank je. Ja. Ja.
Ja, nou, dat is al behoorlijk goud, inderdaad. Ja, ik wil natuurlijk altijd in de podcast altijd hebben over goud en over je rijkdom. En je goud, dat zie ik eigenlijk als alles wat je in je hebt. Al je talent, je kennis, je levenservaring, alles wat je tot nu toe hebt verzameld. Om te komen waar je nu bent. En dat goud, dat is natuurlijk ook heel interessant voor andere mensen. En daar kun je andere mensen hun leven ook mee verrijken. En hoe tof is dat? Dat kan. Maar ja, rijkdom wordt ook vaak geassocieerd met geld. En dat vind ik ook altijd wel een interessant onderwerp. Dus mijn bruggetje naar de vraag. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld, Jantien? Ja, nou, mijn ouders zijn allebei mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Als beginnend tiener eigenlijk. Ja, zeg maar, 12 was de oorlog afgelopen bij beiden. En wat je dan heel erg meekrijgt, en dat heb ik natuurlijk ook van mijn ouders meegekregen, is dat je heel erg dankbaar moet zijn voor wat je hebt. Dat vind ik nog steeds een hele mooie natuurlijk. En ook dat je iets op moet bouwen. Dat kun je ook met geld natuurlijk. Dat je ook hard moet werken voor je geld. En dat je niet zomaar dingen weggooit. Dat heb ik heel erg van mijn moeder meegekregen. Dat eten doe je in bakjes. Dat gooi je niet zomaar weg, weet je wel. En spaarzaam zijn. Sparen ook. En wat mijn moeder bijvoorbeeld deed toen wij klein waren. Mijn broertje en ik. Dan reed ze door het dorp waar wij toen woonden in Friesland. En dan reed ze langs allemaal supermarkten en de groenteboeren en noem maar op. En dan kiende ze eerst uit in de folders van waar kan ik het goedkoopst melk of groente of vlees of wat dan ook krijgen. En daar reed ze allemaal langs op de fiets. En met grote fietstassen vol, dat deed ze allemaal op de fiets. En dan voelde ze zich heel voldaan als ze dan weer een paar klappers had geslagen. Kon ze heel erg van genieten ook. En ja, dat was een beetje het voorbeeld wat ik meekreeg eigenlijk qua financiën. Ja, dat zegt wel iets, ja, inderdaad. Dat je op een bepaalde manier naar dingen kijkt. En niet alles wat we meegekregen hebben van huis uit nemen we ook mee naar de toekomst. Hè. Er zijn ook dingen dat je denkt van nou, ik ga dat even wat anders doen. En ja. Nou ja, bijvoorbeeld de spaarzaamheid. Bij mij ging het juist precies tegenovergesteld. Dus ik vind juist heel graag veel geld uitgeven. Ja. Maar zo heeft iedereen zijn eigen, ja, toch wel verhalen over geld meegekregen. En ik vind dat altijd heel interessant. Wat ik ook altijd interessant vind, is als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Wat vind je belangrijk? Ja, ik ben inmiddels toch wel anders dan mijn ouders en wat ik heb meegekregen. Ik kan ook erg genieten van bijvoorbeeld een terrasje pikken, wat mijn ouders bijvoorbeeld vroeger deden. Dat is ook wel een grappig verhaal ergens. Dan gingen we op vakantie, dan gingen we ergens op een parkeerplaats onderweg eventjes wat drinken. Maar dan werd het niet het restaurantje waar wat werd genomen. Nee, werd er een gasflesje werd er neergezet bij de auto en met een pitje. En dan werd dat pitje aangestoken. En er werd uit een watertank werd wat water in een pannetje gegoten. En dan werd dat water opgewarmd. Er werd een kop thee van gezet. En daar werd bijvoorbeeld een blikje soep met water ingewarmd. En dat was onze lunch dan bijvoorbeeld met boterhammen die we zelf hadden meegenomen. En ja, ik doe het toch wel anders. Ik heb ook in Maastricht gestudeerd, geneeskunde. En daar heb ik geleerd meer Bourgondisch te zijn. Dus ik heb daar geleerd om te genieten van een keer een terrasje te pikken. Ik doe het niet overdadig of zo. Maar ik vind wel, of als je een wandeling doet, dat je onderweg even lekker iets neemt. Of een stuk fly met een kop thee of een kop koffie. En eens een keer een broodje. Dat soort dingen. Ja, lekker op het Vrijthof of op het Ons Lieve Vrouwenplein zaten we dan als studenten wel eens een drankje te nemen. En daar kon je enorm van genieten, zo van dat maar kon. En dat heb ik daar wel geleerd. En waar ik ook graag geld aan uitgeef, is aan cursussen en interessante teachings. Ik heb daar in het verleden wel wat veel aan uitgegeven. Ik denk nu wat meer na. Het kan ook een verslaving worden, hè? Om te denken, oh, ik wil dat en dat ook nog weten. En dat is interessant en ik wil nog daar naartoe. En
En nu kijk ik toch wat beter, omdat, ja, omdat ik dat ook belangrijk vind. En omdat ik echt wel wil kijken wat voor mij ertoe doet, echt. Want anders heb je straks er overal cursussen liggen of online cursussen die nog gedaan moeten worden, die je maar half of gedeelte maar hebt gedaan. Dat is ook zonde gewoon, vind ik dan weer. Dus ik wil wel een beetje kijken van wat is echt relevant voor mij. En ook een beetje kijken van, nou ja, dat is dus een ding waar ik geld aan uitgeef. Ook reizen. Ik hou erg van reizen. Ik heb mooie reizen gemaakt al, eigenlijk al jaren. Ook wel met vriendinnen of met een toenmalige partner. Dat vind ik ook mooie dingen. Ik heb één vriendin waar ik meerdere reizen mee heb gemaakt, bijvoorbeeld. En ja, dus. Maar ook in het klein, hè, nu alles wat beperkter is met corona, kan ik ook enorm ervan genieten om naar een waddeneiland te gaan. Dat deden we vroeger ook al met mijn ouders. Dat we naar de waddeneilanden gingen. En daar in een huisje zaten. Ik hou nog steeds ervan, van de waddeneilanden en de zee en zo. En ook een weekendje kan al heel lekker zijn om een weekendje er even tussenuit te gaan. En ja, dus dat zijn wel dingen die ik graag doe. En ik zit nog even te denken, wat vind ik nog meer fijn om geld aan uit te geven. Ik ben niet zo'n big spender met kleding kopen. Daar zou ik wel een slag willen maken dat ik dus wat vaker kleding zou kopen. Dus daar ligt nog wel wat. Als ik meer geld heb, wil ik ook wel weer eens een nieuwe garderobe of wat nieuwe dingetjes inslaan. Ik loop ook heel vaak in tweedehands kleding. Daar schaam ik me echt niet voor. Maar ja, op allerlei manieren ben ik daar aangekomen. En dat is ook voor mij heel erg oké. Want er wordt al zoveel ook verspild. Dus dat heb ik nog wel van mijn ouders een beetje overgenomen. Dat gedrag misschien een beetje onbewust. Mm-hmm. En ja, verzorging ook. Goede producten. Ik heb bijvoorbeeld hele goede huidproducten op natuurlijke basis. Dus dat soort dingen, weet je wel. Ja. Hé, hey, Jantine, en als jij, stel dat jij nog één tientje zou hebben. Hè? Ik denk niet dat dat zo snel voorkomt, maar nou ja, what if. Waar zou je dat dan aan uitgeven? Of niet uitgeven? Wat zou je ermee doen? Als ik echt alleen nog mijn tientje zou hebben. Je laatste tientje. Je weet niet wanneer er weer een nieuw komt. Ja, dan zou ik hem toch in mijn portemonnee stoppen en wachten totdat ik weer wat meer binnen heb. En dan zou ik het uitgeven. Ja, dan zou ik wel. Dat is toch wel even die voorzichtigheid die ik toch in mij heb. Dan zou ik niet denken, oh, dan koop ik daar in één keer wat voor. Of ik zou kijken of ik er wat meer van zou kunnen maken. Maar ik ben niet zo'n ontzettend goede ondernemer dat ik nou precies zou weten wat ik zou kunnen doen om daar meer van te maken. Van een tientje niet, van misschien wat meer wel. Maar het zou wel mijn intentie zijn om er te vermeerderen, ja. En als je een tientje op straat vindt? Nou, daar zou ik wel even van genieten. Dan zou ik mijn dochter meenemen en lekker naar een ijssalon gaan. En daar lekker een ijsje samen eten of zo. Ja. En als geld geen enkele rol zou spelen. Het komt uit de kraan en het houdt niet op. Wat zou je dan doen? Ja, dan zou ik, als dat echt zo zou zijn. Dan zou ik ergens op een hele prettige plek een vrijstaande woning kopen met een stuk land waar ik, nou ja, ik heb een zwembad gehad, maar dan zou ik het geld hebben dus om een zwembad ook te laten onderhouden. En dan zou ik een sauna bouwen, eigen sauna, een eigen bubbelbad en echt die wellness zou creëren. En dan zou ik nog steeds heel erg genieten van de natuur. Dan zou ik ook het geld hebben dus om mijn tuin ook te laten onderhouden. Dus dan zou ik hem ook laten ontwerpen. En ook laten onderhouden. En dan misschien wel een tweede woning ook. Dat zou ik ook niet vies van zijn. Bijvoorbeeld op een warm eiland. Iets oh, welk eiland? Heb je een bijvoorbeeld om iets te doen, maar dan wel in de natuur. Niet dat hele toeristische gedeelte. Dan zou ik echt kiezen voor een stukje natuur ook. En mag ook wel een beetje bij de zee zijn, maar wel een rustige plek. En dan zou ik ook geven aan anderen. Dat heb ik ook wel dat verlangen. Dan zou ik delen met andere mensen. En ook duidelijk doelen uitkiezen. Dan ga ik niet aan de geëikte
bedrijven wat geven, want je weet toch uiteindelijk niet wat er dan van overblijft. Maar dan zou ik echt zelf mensen uitzoeken die ik wil steunen. En dan ook wel constructief, dat je merkt van nou, daar gaan mensen bijvoorbeeld van naar school of om zelf dingen te kunnen. Niet dat in een pot gooien dat het gelijk wordt uitgegeven en dat je niet weet of er wat constructiefs mee gebeurt. Dan zou ik ook nog gerichter werken. Ik zou wel blijven werken, die dingen die ik ook graag doe. Maar dan zou ik wel nog gerichter kijken van waar word ik echt zelf blij van. Dat doe ik nu ook al hoor, voor een groot deel. Maar dan zou ik nog beter daarnaar kijken, zodat het werk ook echt voelt als mensen helpen. Dat doe ik nu ook in feite al een groot stuk. Ja. En niet zozeer om mezelf nog rijk van te worden, want dat ben ik dan al. Ja. En mensen te helpen. En dan zou ik ook wel iets heel moois opzetten. Dat wil ik nu ook al, denk ik. Maar dat mijn erfenis ook later nog voort kan leven. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat mensen er ook later nog dingen mee kunnen. Dat wil ik nu ook wel. Dus dat is niet iets wat dan alleen gebeurt. Maar zou ik nu ook graag willen creëren eigenlijk. Ja. Wat je straks al een beetje aanstipte. Dat idee van om ook andere mensen te leren. Hoe je die begeleiding doet. Hoe je dat soort gesprekken voert. En wat je daar allemaal voor in huis moet hebben. Ja. Ja, dat is interessant. Ja, mooi. Ja, daar ga ik ook wel naar kijken de komende tijd. Ja, ja maar ik bedoel... Misschien iets van online ook, dat er ook iets komt staan wat ook weer voor mij zelf gaat werken, waardoor ik minder keihard hoef te werken. Dat is ook heel fijn. Ik hou van werken, maar ja, ik heb zelf ook bijna in een forse burn-out gezeten en weet hoe dat voelt. En dat wil ik liever niet nog een keer meemaken. En dan zou ik ook alles aan doen dat niet nog een keer gebeurt. Dus ik zou echt voor mezelf altijd in de eerste plaats zorgen. Want dan pas kan ik ook voor anderen zorgen. Zo is het gewoon. Ja, absoluut. Jantine, ik hoor al een beetje zo tussen de regels door al wel helemaal lezen eigenlijk. Maar wat maakt jou nou rijk? Waar word jij nou echt gelukkig en blij van? Ik word heel blij van vrijheid. Ik word heel blij van... gezondheid. En dat kan ik creëren of ondersteunen. Je hebt natuurlijk niet alles in de hand, dat weet jij ook. Maar je kunt wel zorgen dat in de omstandigheden waar je in zit, dat het zo optimaal mogelijk is. Dan zelf reumatische klachten. Ik heb een hernia gehad. Ik heb er tegen een burn-out aan gezeten. Dat zijn allemaal dingen. Het zijn niet dodelijke dingen. Maar het zijn wel dingen die allemaal wel iets met het immuunsysteem te maken hebben. En met... goed voor jezelf zorgen. En dat vind ik dus wel heel erg belangrijk. Om dat te blijven doen. En ook dat het goed mag blijven gaan. En liefst nog beter. Hoe kan het nog beter worden dan dit eigenlijk? Hè? Dat. Ja. Het is toch altijd mooi om te streven naar het mooiste. Maar die reumatische klachten bijvoorbeeld, Jantien. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg jij dan? Want je hebt natuurlijk al die kennis in huis over hoe je daarmee om kan gaan. Zowel op het reguliere vlak als op het alternatieve vlak. Wat is dan bijvoorbeeld iets wat jij doet waarvan je zegt van nou, dat helpt mij echt best wel goed. Het is natuurlijk niet zo dat als iets voor jou helpt, dat het dan voor iedereen werkt. Nee, maar er is ook een stuk mindset en een stuk voor mezelf zorgen. Kijk, ik ben een paar keer bij een reumatoloog geweest en dan zei ze tegen mij, zodra je klachten toenemen, kom maar naar mij toe, dan zal ik voor medicijnen zorgen. Nou, tot nu toe heb ik die medicijnen niet nodig gehad, gewoon omdat ik goed voor mezelf zorg. En dat goed voor mezelf zorgen is bijvoorbeeld dat ik mijn me-time neem. Ik heb bijvoorbeeld een hond sinds afgelopen jaar. En daar moet ik mee naar buiten. Dus het eerste wat ik doe 's morgens is met mijn hond naar buiten en een stuk lopen. En ik moet nog een paar keer de deur uit. Het hoeft niet altijd zo'n lange wandeling te zijn, maar je gaat gewoon de deur uit als je een hond hebt. En mediteren. Dat soort rustmomenten nemen. Ik kan mezelf Reiki geven. Ik heb Reiki 2, zoals dat dan heet. Ik heb nog wat andere technieken geleerd. De tapping techniek, om emoties, om daar beter mee om te gaan. EFT heet dat ook, hè? Mm-hmm, ja. En nou, zo zijn er wel meer dingen. Ik heb in elk geval genoeg tools. Ik kan ook me verdiepen in de emotionele kant van klachten.
Dat is ook een mogelijkheid. Ik kan ook kijken van hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen dat het goed blijft gaan. En dat ik niet die medicijnen nodig heb. Ja. Nou ja, ja. Je hebt in ieder geval een hele toolbox met technieken die je kan gebruiken. En kan kijken van nou, wat is op dit moment het meest nuttig om te gebruiken. Of waar word ik zelf het meest blij van. Wat heb ik nodig. Het is wel tof ook trouwens. Want dat is natuurlijk ook wat je voor andere mensen kan doen. Want met al die technieken die je hebt. Kan je ook kijken van nou, hey, misschien deze persoon kan ik misschien beter helpen met... een emotional freedom techniek heet het geloof ik, hè? EFT, dat tappen. Google maar even mensen. Maar dat is, dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als er emoties niet loskomen die misschien wel zijn. Of als er, als een gesprek lastig op gang komt, kan je natuurlijk ook bepaalde dingen voor gebruiken om te kijken van hoe kan ik iemand het beste helpen. Ja. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik heb nog meer, maar te veel eigenlijk. Ja. Ja, in plaats van stop er maar een pilletje in. Precies. Wat maar natuurlijk ook kan, hè? Maar goed. Kan soms nodig zijn, hè? Dat weet jij ook. Ja. Je hebt het soms nodig en je kunt het ook combineren. En dat is helemaal ideaal natuurlijk. Ja. Dat zo komen we eigenlijk naadloos op de volgende vraag. Namelijk, wat is jouw goud? En als ik het mag zeggen, dan denk ik dat dit wel een stukje van jouw goud is. Dat je dit dat je zo'n brede kennis hebt en zo'n brede ervaring. Maar misschien zijn er nog wel andere dingen waarvan jij zegt van nou, dat ben ik wel blij mee dat ik dat heb. Ja, nou ik heb dat heel vaak ook niet genoeg gezien wat ik allemaal heb. Het is mooi als je daar eens op gewezen wordt door andere mensen. Ik heb natuurlijk een hele goede opleiding. Dat is al een pluspunt. Ik heb heel vaak nog gedacht, ook weet ik nog zo weinig. En wie ben ik nou? En wat heb ik te vertellen? Maar als je dan echt naar jezelf kijkt, dan weet je gewoon, ik heb genoeg in huis. Ik kan hier al heel erg mee uit de voeten. Ik hoef niet een of andere ingewikkelde opleiding nog weer te doen om me nog meer te bewijzen. En voor wie moet ik me bewijzen? Voor niemand in feite. Ik heb gewoon genoeg in de pocket. Maar ik leer nog altijd. Ik leer van ervaringen, levenservaringen. Maar ik leer ook elke dag nog van... cursussen die me op de een of andere manier op mijn pad komen, dan maak ik dan een selecte keuze uit wat mij en ook anderen weer kan helpen. Want ik doe ook heel vaak maak ik een keuze waarbij ik ook al denk, oh, daar kan ik misschien anderen ook weer verder mee helpen. Dus ik neem het zelf ook in mijn bagage mee om ook anderen mee te verrijken. Ja. En het goud is ook natuurlijk je eigen levenservaring, hè? Dus het is niet alleen maar de skills die je hebt of de cursus die je gevolgd hebt of de kennis die je in huis hebt. Het is ook de levenservaring, misschien wel de rottige periodes die je in je leven hebt meegemaakt, waar je vaak ook heel veel van kan leren. Hè? Sommige mensen zijn heel bang voor dat er iets ergs gaat gebeuren en oei, oei, oei. Maar er zit ook altijd iets moois in een zware periode. Dat is ook goud. Als je het kunt zien. Vaak moet je er dan even doorheen zijn geweest. En als je dan achteraf kijkt. Bijvoorbeeld een burn-out. Inderdaad, zoiets als je erin zit. Dan denk je van, oh my god, hoe kom ik er ooit uit? En als je eruit bent. Dan heb je er toch lessen van geleerd. Waardoor je volgende keer beter voor jezelf zorgt. Eerder grenzen aangeeft. Of andere keuzes maakt in je leven. Ja. Dus dat is natuurlijk ook, dat soort ervaringen heb je natuurlijk ook in je beroep meegemaakt. Bepaalde situaties met patiënten misschien, die kan je ook allemaal meenemen natuurlijk. Dat is ook allemaal goud. Ja, klopt hoor. Ja. Interessant. Ik kan me voorstellen dat je daar ook best wel inspiratie uit haalt, uit je levenservaring. Je kan je inspiratie natuurlijk eigenlijk overal uithalen. Ik haal mijn inspiratie ook best wel vaak uit cursussen en uit boeken. Ja. Heb jij ook boeken waarvan je zegt van nou, dat vond ik echt een heel inspirerend boek, daar heb ik heel veel aan gehad? Ja, zoveel. Maar welke ik echt nu even wil noemen, is al uit mijn tienertijd las ik hem. Dat is het Verstoorde Leven van Etty Hillesum. Ik weet niet of jou dat wat zegt, maar Anne Frank is veel bekender, laat ik het zo zeggen. Maar zij is ietsje ouder dan Anne Frank was ze in de oorlogstijd.
En zij schreef een heel diepgaand dagboek. Er zijn meerdere boeken trouwens later ook van uitgekomen. Heel, ze laat je echt in haar ziel kijken. En ik vond het toen in de puberteit, zeg maar eindpuberteit, zo met een jaar of 17, 18 denk ik dat ik het las, vond ik dat heel inspirerend hoe iemand zo naakt durfde ze zijn in haar gevoelens en emoties. Het is dus een Joodse vrouw. Ze is overleden helaas door de oorlog. Maar ze deelde zulke mooie dingen over liefde, over dood, over allerlei bezinningsdingen. Want ze dacht natuurlijk, of ze dacht heel erg na, het was een hele filosofische vrouw, over allerlei dingen van het leven. En dat sprak me toen enorm aan. Ik heb die boeken nog altijd natuurlijk. En dat is wel iets wat ik mee heb genomen ook in mijn leven. Mooi, mooie tip. Ik ken het inderdaad niet. Ja, dat is schandalig eigenlijk. Ja, wel van titel hoor, maar niet van... ik heb het zelf gelezen. Okay. Ja. Als je kijkt naar andere inspiratiebronnen... dus ik kan me voorstellen bijvoorbeeld een ondernemer die jou inspireert... maar misschien ook een andere persoon. Heb je iemand in je die je op kan noemen waarvan je zegt... van nou, dat vind ik echt een heel inspirerend iemand... Ja, als ik naar ondernemers kijk, ja, ik ben toen naar Miami mee geweest. Daar hebben wij elkaar ook ontmoet en beter leren kennen. En dan is ook zo iemand als Eelco de Boer of Dolly Heuveling van Beek, vind ik hele inspirerende mensen. Ik ben ook bij Dolly destijds begonnen, toen ik al tegen die, zelf nog niet eens wist dat ik tegen die burn-out begon aan te komen. Toen heb ik Dolly leren kennen, ben ik naar een tweedaagse van haar geweest. En toen is er bij mij al iets in mijn... hersenpan gaan kenteren, zou ik maar zeggen. Is er iets gaan shiften. En in mijn hele systeem, zou ik maar zeggen. En toen kreeg ik dan uiteindelijk dat het niet goed meer met me ging. En toen heb ik wel daardoor ook stappen gezet. En heb ik allerlei mensen leren kennen. Heb ik programma's gekocht om daarmee verder te gaan. Met kennis, maar ook met ervaring met dingen. En... heeft mij dat ook enorm ondersteund. Mm-hmm. Ja, mooi. En mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk jouw grootste inspiratiebronnen. Ja, kun je wel zeggen. Er zullen er vast veel meer zijn. Maar dit is even wat me het eerste te binnen schiet, deze twee mensen. Mm-hmm. Want bij Dolly is begonnen en dankzij Dolly ben ik weer in aanraking gekomen met allerlei andere mensen. Ook Eelco was al een keer bij haar toen op zo'n driedaagse die ze later gaf. Toen had ik haar programma gekocht. En toen kreeg je als cadeau een driedaagse, weet je wel, waardoor je ook weer geïnspireerd werd. En daar was Eelco dan aanwezig. En toen kwam Eelco later weer een keer op een dag. En toen was hij enorm afgevallen. En toen kwam dat verhaal, weet je wel. Dat hij door Dolly heel erg was geïnspireerd en zo. Dus... heel interessant. Ja, leuk. Hey, en als ik jou zou vragen... één ding wat mensen niet van jou weten. Iets waarvan je zegt van... dat is een heel ander soort vraag. Ik ga een beetje van hak op de tak, lijkt het nu wel. Mm-hmm. Dus als je mij echt zou kennen, wat zou je dan over mij weten? Dan zou je weten dat ik iemand ben die hooggevoelig is, die graag rust om zich heen heeft. Ik woon ook in een dorp. Nou, dat vind ik gewoon heel prettig. Dicht bij de natuur. Ik ben niet een... heel erg iemand die hele forse prikkels opzoekt. Ik ben eigenlijk iemand die, die een stuk rust zoekt. En is ook grappig. Pas geleden kwam er opeens een vriendin die mij belde. Na 35 jaar had ik haar niet gezien. Dat is echt een half leven dus. En we appen nu regelmatig. En toen vroeg ze aan mij, hoe is jouw leven nu eigenlijk? Hoe ziet een dag bij jou eruit? Toen zei ik daar iets over. En zei, eigenlijk is het nog net zoals toen. En een stuk. Toen dacht ik, toch is het hier en daar wel anders. Want ik had toen bijvoorbeeld moeite met alleen zijn.
En nu kan ik juist heel goed alleen zijn en vind ik het ook regelmatig heel fijn om alleen te zijn. En als ik behoefte heb om mensen te spreken of te zien, dan zoek ik ze wel op. Maar toen had ik echt wel die hang naar mensen om me heen. Ik was toen natuurlijk ook voor het eerst was ik op mezelf. Dus dan kom je ook uit een gezinssituatie en dan woon je in één keer alleen. En dat vond ik toen heel lastig, weet ik nog. Om op mijn eigen, ja, niet eens op mijn eigen benen te staan. Dat vond ik niet een straf. Dat vond ik zelfs wel fijn. Maar vooral dat stuk van hoe vermaak ik me met mezelf, dat een beetje. En dat kan ik inmiddels heel goed en voel ik me juist zelfs heel goed bij. Volgens mij is wel grappig als je nu terugkijkt. Ja, dat is inderdaad grappig, maar het is ook wel... Kijk, karakter is natuurlijk gewoon je karakter. Als je iemand bent die eigenlijk gewoon een beetje introvert is... of het wel prettig vindt om niet de hele tijd door allerlei buitenwerelddingen gestimuleerd te worden... dan nog kan je natuurlijk best ook wel een hang hebben naar connectie met mensen. Maar dat heb ik wel. Ja, dat heb ik wel heel sterk. Dus ik zoek dat wel, bijvoorbeeld online of meetings online en ook... Als het zo uitkomt ook. Vind ik het ook heel fijn om met mensen af te spreken. Ik heb hier in de buurt een vriendin. Daar loop ik één keer in de week mee. Ook met de hond dan. En dan praten we bij, weet je wel. En zo zijn er wel meer contacten. En ik bijvoorbeeld af en toe even met een vriendin bellen online. Weet je wel, dat soort dingen. Dat je elkaar wel even ziet. En mijn dochter uiteraard. Dat soort... dingen vind ik, ik heb dus wel behoefte aan connectie. Het is niet zo dat ik graag dagenlang alleen ben. Maar het is wel de basis een beetje van mijn leven. Om veel alleen te zijn. En me daar ook prettig bij te voelen. Maar daar heb ik wel die behoefte om ook sociaal te zijn. Met mensen om te gaan. Dat wel. Ja. Ja. Ja, want ik vind het ook wel grappig dat het een hoeft helemaal niet het andere uit te sluiten. Dat vind ik ook altijd zo grappig. Dan is het bepaald... Dat was denk ik wel misschien ook wel hoe je er vroeger meer in stond. Dat je ook het gevoel hebt van ja, maar ik moet het ook leuk vinden om met mensen te zijn. En als ik dan alleen ben, dan vind ik het ingewikkeld, want het hoort niet zo of zo. Dat hoor ik heel veel. Dat alleen zijn een soort van, dat het zielig is of zo. Terwijl ik vind het juist heel prettig. En hoe ouder ik word, hoe beter ik erin word. Ja, ook omdat je andere dingen belangrijk gaat vinden. Ik vind gewoon kwaliteit belangrijk. Dus ik doe liever... af en toe een goed gesprek met iemand voeren dan de hele dag met Jan en allemaal onzin dingetjes bekletsen. Dat heb ik ook hoor, die echte social talk, die wat nergens over gaat, dat probeer ik een beetje te beperken. Je ontkomt er niet altijd helemaal aan, maar ik vind het, en soms doe je het ook uit dankbaarheid ook weer voor mensen, dat je af en toe, dat je mensen bijvoorbeeld toch een keertje uitnodigt en dat je dan denkt, nou, ze doen ook heel veel vormen of zo, weet je wel. Dat kan ook. Mm-hmm. Ja, dan is het een andere intentie. Het is niet van dat het mijn leven moet vullen. Dat, die behoefte heb ik niet. Nee. Nee, precies. En dat is denk ik iets wat je leert gaandeweg. Dat je beter met jezelf door een deur kan. Ja. En jij zei net nog, hè, Kat, daar wil ik nog even op ingaan. Jij zei, wie zijn nou je grootste inspiratiebronnen? Ja. Ik wil nog heel even op doorgaan. Want het is niet alleen ondernemers die mij inspireren, maar ook een... persoon als Martin Luther King of Gandhi, dat vind ik ook super inspirerende mensen. En ook Michelle Obama, of weet je wel, dat soort, of hoe heet ze ook, Oprah Winfrey, die nog meer. Dat zijn van die mensen die, en dan, als ik het dan heb over Martin Luther King, dan vind ik dat geweldloos verzet dat, en die droom hebben, dat enorm leven voor die hele sterke hartsintentie. Dat zie ik trouwens ook bij Gandhi heel sterk, die film. Dat vond ik ook zo mooi. Dan moesten wij toen met de klas gaan kijken, destijds. Dat was toen een film waar we met de hele klas naartoe gingen, in de middelbare school. En dat vond ik zo indrukwekkend. Dus dat mensen zo voor de waarden staan. Dan denk ik, ik ben benieuwd of ik dat zo zou kunnen. Maar ik vind het wel heel, heel bijzonder dat. Dat wil ik nog even zeggen, ja. Ja, mooi. Ja, we hadden het er al even kort over. Maar het is inderdaad dat voor je waarde staan. Ja. Kijk, je kan het als een inspiratiebron zien. En je kan ook denken van, misschien kan ik dat nog meer doorlaten sijpelen in mijn eigen leven. En kijk, je kan alleen maar voor je waarde. Hoe weten mensen of je voor je waarde staan door je waarde te communiceren? Ja.
Anders weten ze het niet. Of door het de hele tijd te laten zien. Maar dan moeten mensen het wel. Je moet wel zichtbaar zijn met die waarde waar je dan voor staat. En dus dat is dan wel interessant natuurlijk. Om te kijken van hoe kan je dat doen? Hoe kan je zorgen dat, ja, dat overkomt? En die mensen die jij noemt. Die hebben natuurlijk allemaal. Die werken allemaal vanuit een hele diepe passie. Vanuit een gevoel van. Ja, die weten heel duidelijk waarom ze doen wat ze doen. Ja. En dat maakt natuurlijk dat makkelijker wordt. Want dan, als je het zo sterk weet. En je doet het. Je leeft het. Ja, dan is het voor mensen ook niet moeilijk om zich af te vragen van. Goh, waarom zou diegene dat nou doen? Wat ik helemaal sterk vind aan die mensen. Is dat ze zelfs voor sterven uiteindelijk. Dat vind ik echt wel intens en heel ver gaan. Ja. Dat weet ik niet. Dat is Etty Hillesum trouwens ook. Hè? Die heeft dat ook. Uiteindelijk gedaan. Ja. Wat heb je ervoor over? Ja. Voor dat? Ja. Mm-hmm. Nou ja, als het een sterke drang is, ja, dat kan. Ja, dat brengt mij op het onderwerp levensinzichten. En ik was nieuwsgierig naar grootste is misschien een beetje een groot woord, maar wat is een mooi levensinzicht wat je hebt gekregen waarvan je zegt van nou, dat wil ik wel delen? Ja, ik heb eigenlijk, het wordt wel vaak gezegd, je leert van je shit wordt je shine, hè? Wordt vaak gezegd. Maar door een scheiding mee te maken, door best wel pijnlijke dingen daaromheen mee te maken, door ziektes die ik net al noemde, gezondheidsprocessen in elk geval. Daar heb ik heel veel uitgehaald. En ook gezien van waar gaat het nou werkelijk om in het leven. Gezondheid dan, zeker. En een goede band met mijn dochter. En ook zijn voor haar, dat soort dingen. En uiteraard ook het goede voorbeeld voor haar zijn. Waardoor zij ook weer het beste uit haar leven kan halen. Zo zie ik dat. Dan zie ik er wel een stukje van doorsijpelen in haar. Best wel een groot stukje al. Je kunt zeggen, iemand staat op zichzelf. Maar ik weet inmiddels ook wel dat er heel veel dingen verweven zijn met jezelf. Dat je een voorgeschiedenis hebt. Dat je voorouders hebt. Dat je een voorouderlijn hebt. Dat je, noem het vorige levens. Ik ervaar ze niet, maar er wordt wel over gesproken. Misschien ook parallelle levens. Er is uiteindelijk alleen maar hier en nu. Hè? En dan kun je parallelle levens noemen. Of parallelle realiteiten. Noem het zo. En dat zijn wel dingen die ik me gewaar ben geworden. Door dat soort gebeurtenissen. Dus waar gaat het werkelijk om in het leven? En wie ben ik echt? Dat weet ik niet precies wie ik echt ben. Dat is te veel omvattend, denk ik. Want je bent veel groter dan dit lijf wat hier nu zit te praten. Ja. Overtuigd. Ja. Ja. En neem je die overtuiging en dat de manier waarop je naar de dingen kijkt ook mee in je werk? Is dat, helpt dat bijvoorbeeld? Als je, als het bijvoorbeeld gaat over levenseinde situaties, dat je mensen begeleidt, is dat dan ook iets waar je het over hebt? Of is dat, helpt dat jou om er zelf beter mee om te kunnen gaan bijvoorbeeld? Jazeker. Ja. Duidelijk, ja, duidelijk. En ik zal nooit mijn opvattingen of mijn ideeën aan iemand willen opdringen, maar het helpt mij wel om ruimer naar een situatie te kijken, weer een helikopterview te hebben, boven te durven en kunnen hangen, waardoor ik dingen ook beter kan onderscheiden en ook mensen weer beter kan helpen uiteindelijk. Ja. Ja, want als je met dat soort situaties te maken hebt natuurlijk. Je hebt wel eens verteld aan mij dat je bijvoorbeeld ook over medisch-ethische kwesties en zo soms meedenkt. En dan zit daar natuurlijk altijd er zit emotionele lading op. Het is best wel taboe onderwerpen soms van, weet je wel, hoe wil je eigenlijk het leven, maar ook hoe wil je stoppen met het leven? En wat mag daarin? En er zijn natuurlijk heel veel dingen die niet mogen. En er zijn een heleboel vraagtekens die je erbij kan stellen. Maar hoe begeleid je zoiets? En dan moet je natuurlijk ook in die zin ook voor jezelf zorgen. Want je hebt natuurlijk ook te maken met dat je een band krijgt met mensen die je begeleidt. En dat je natuurlijk dan ook soms dat moet loslaten. Ik kan me voorstellen dat dat best wel pittig is. Zeker, zeker, ja.
En hoe begeleid je dat? Ja, dat is een goeie. Dat is iets wat groeit inderdaad. En ik put heel veel uit mijn jarenlange ervaring als arts. Maar ook als mens natuurlijk. Mijn eigen ervaringen. En dat gaat onbewust. Als je dan zegt, wat haal je nou echt uit eigen ervaring? Ook een stuk intuïtie speelt daar heel duidelijk een rol in. Ik weet nog wel dat toen ik in loondienst werkte als behandelend arts, dat ik ook vaak dingen al aanvoelde. Ik gewoon wist, nou, die persoon die leeft niet lang meer. Dan ging ik een familie bij elkaar roepen om te praten van hoe nu verder. Wat willen jullie nog? Of wat wil hij of zij zelf nog? Wat zou hij of zij gewild hebben? En dat we daar dan ook goede gesprekken over konden hebben. Om dat zo veel mogelijk naar wens te laten verlopen. En ik heb zelf nooit een euthanasie uitgevoerd. Maar ik heb wel natuurlijk heel veel vragen daaromheen meegemaakt. En dat is wel iets wat je ook vormt. Waardoor... Ja, en ook eigen ervaringen natuurlijk met stervenden in mijn omgeving. Hè. Dat zijn ook dingen die erin hakken en die, ook, die ik ook meeneem in hoe ik zelf weer kijk naar hoe mensen daar weer in zitten. Waardoor ik ook nog beter begrijp uiteindelijk. Je kunt wel vanuit wat je ziet om je heen, kun je een heleboel putten. Dat is natuurlijk al een heleboel. Maar als je dan ook nog eens zelf vervolgens meemaakt, dan is het toch weer anders. Ik moet ook zeggen, als je dan zelf in die situatie zit, dan is het ook heel anders dan dat je bij het bed staat van mensen die niet je familie zijn. Hè? Dat is gewoon niet te vergelijken. Ook al heb je met de een meer een band dan met de ander, dat is natuurlijk wel zo. Ik heb wel mensen gehad waar ik echt een traantje om liet. En andere mensen die ik ook minder goed kende bijvoorbeeld, waar ik minder bij voelde. Of dat het zelfs als een opluchting kon voelen bij mensen. Ik dacht wel gelukkig voor die persoon dat hij niet verder hoeft te struggelen. Ja, dat kan ook zo zijn, dat je het zo voelt. Ja. Ja. Maar het is in ieder geval, als ik het zo hoor, klinkt het alsof je het inderdaad vanuit een zeer breed perspectief kan bekijken. En dat je inderdaad, maar dat je ook in die schoenen hebt gestaan, maakt natuurlijk ook dat je gewoon heel goed kan snappen van hoe moeilijk die keuzes soms kunnen zijn en hoe moeilijk die gesprekken soms kunnen zijn. Ik denk dat dat wel een meerwaarde is. Ik zeg niet dat je alles meegemaakt moet hebben om erover te kunnen praten. Maar soms kan het wel helpen. En zeker als het over emotionele dingen gaat. Ik kan me voorstellen dat het wel meerwaarde is. Dus mooi. Nou, tof dat jij daar je missie van gemaakt hebt, Jantien. Mm-hmm. Toch wel heel bijzonder. En een van mijn lievelingsonderwerpen, veerkracht. Dat heeft daar natuurlijk ook heel erg mee te maken. Is dat je dus doordat je zelf natuurlijk superveel meemaakt, je ook een bepaalde veerkracht krijgt. Tenminste, zo zie ik dat. Maar hoe zie jij veerkracht? Wat is voor jou veerkracht? Ja, ik denk dat veerkracht een stuk in je zit. Maar ook een stuk gecreëerd wordt door wat je meemaakt in je leven inderdaad. En je kunt wel zeggen, mensen die niks tussen aanhalingstekens meemaken, die kunnen het ook niet uittesten natuurlijk. Hè? Maar naarmate je meer dingen meemaakt, wordt dat wel uitgetest, die veerkracht van je. En ik moet ook zeggen, doorzettingsvermogen is ook wel een ding wat bij mij altijd wel gespeeld heeft. Want ik heb best wel lang opleidingen gedaan. En ik doe nog wel cursussen. Maar dat is ook een stuk doorzettingsvermogen wat je daarvoor nodig hebt. Want anders kom je nooit daar doorheen. En dat je ook zelf die stip op de horizon ziet. Dat heb ik ook wel heel duidelijk gehad. Dat ik dacht, ik wil daar gewoon naartoe. Om arts te worden, ik noem maar wat. Ik weet nog niet precies wat ik mee ga doen. Maar ik wil wel die stip op de horizon, zag ik al door. Die wil ik bereiken. En dan hou je het vol. Ja. Ja. Ja, ik vind het altijd wel grappig dat mensen dan altijd zeggen dat dat... dat noem jij nu ook een beetje, dat dat dan doorzettingsvermogen is. Ik denk ook altijd van, is het wel, het is misschien wel een stukje doorzettingsvermogen, maar het is volgens mij ook inderdaad gewoon een visie hebben van wat wil ik en een bepaald soort vertrouwen dat dat ook voor jou is weggelegd. Ja, ja. In die zin is het ook een stukje manifestatiekracht, dat heb ik inmiddels ook geleerd, dat je de dingen creëert en ook uiteindelijk voor elkaar krijgt. En daar ben ik wel, ik heb er wel dingen in bereikt, op meerdere vlakken,
En als je dat... En als het eenmaal een keer gelukt is, dan kan je ook voor de volgende keer het vertrouwen hebben dat je denkt van, oh, dat is toen ook gelukt. Misschien dat het nu wel weer lukt. Ja. En wat mij dan bijvoorbeeld helpt, is te denken, oh, als andere mensen dat gedaan hebben, dan is het dus te doen. Want anders hadden die dat niet gedaan. Ja. Maar dus, niet alles. Ik bedoel, ik zou niet bijvoorbeeld een marathon gaan lopen, om maar iets te noemen. Dat is heel persoonlijk natuurlijk, maar daar streef ik ook niet naar. Maar er zijn mensen die dat wel hebben. Of die stel dat je daar wel naar zou streven, dan zou je het wel kunnen doen. En je weet, van, nou, er zijn mensen die het gedaan hebben, dus kan het. Ja. Ja, dat het. En daarnaar kijken, dat zien. En ook erop vertrouwen van dat het niet alleen voor diegene is weggelegd, maar ook voor jou. Hm. Als je de juiste dingen doet. Dat is natuurlijk, want ja, ik bedoel, zo'n studie ook. Ja, ik bedoel, ik denk, zo'n studie lijkt mij wel best wel pittig. Ik heb ook universiteit gedaan, maar ja, een veel makkelijkere studie. Maar ja, als ik arts had willen worden, dan had ik het er misschien best wel voor over gehad. En dan had ik misschien wel er harder voor moeten werken. Maar het is niet gezegd dat het niet gelukt zou zijn. Als ik het, weet je wel, dus dat gevoel een beetje van... Dus dat is inderdaad wel doorzettingsvermogen, maar dus ook wel het vertrouwen in van, hé, ja, ik kan dit en ik wil het ook. Ja. Want als je motivatie weg is, dan is het ook allemaal weer een stuk moeilijker allemaal. En als je geen vertrouwen in hebt dat je het kan. Dat klopt hoor, ja. Ik heb uiteindelijk ook wel dingen moeten doen daarvoor. Ik heb bijvoorbeeld, ik had mijn exacte vakken niet up-to-date. Maar ik heb mijn natuur- en scheikunde heb ik moeten inhalen in vakantie en naast mijn studie zelfs nog. Dus dat zijn dan dingen die je er dan voor doet. En die lukken dan ook. Terwijl toen ik op de middelbare school zat, van waren niet mijn favoriete vakken. Dus je lag dat ook wel een stukje aan de leraren die ik er toen voor had. Maar ja, toen ik uiteindelijk het wou en een doel had, toen lukte het. Dus dat zegt wel wat. Ja, ja, mooi. Nou, mooie, interessante verhalen, Jantien. En ja, ik ben nu vooral nog even nieuwsgierig naar... wat lees, kijk en luister jij op dit moment? Ja, nou, ik ben op het moment bezig in een boek. Dat heet Wise. Het is geschreven door Marieke van Meijeren. Dat is een prachtig ingebonden boek met foto's ook erin. Heel, heel mooi. Het is eigenlijk een spirituele, inspirerende, hoe noem je dat? Een... autobiografie eigenlijk. Over haarzelf dus. En vind ik heel interessant om te lezen. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik op het moment aan het lezen ben. Wat ik ook... Ik lees graag... ik lees niet zoveel literatuur. Heb ik in het verleden natuurlijk wel gelezen. Maar ik lees vooral inspirerende verhalen of dingen waar ik ook wat van kan leren soms. Mensen die iets hebben gedaan op een bepaalde manier. En dat vind ik heel inspirerend. En nou ja, zo luister ik ook naar podcasts van andere mensen die iets interessants te vertellen hebben. Of bijvoorbeeld een meditatiepodcast. Of hoe mensen met hun bedrijf omgaan. Waar ik weer dingen van kan leren. Of lifestyle, vind ik ook wel interessant. Of bijvoorbeeld hoe je verantwoord kunt leven, gezond kunt leven. Ik noem maar wat. Heb je ook een voorbeeldje van iets van een podcast waarvan je zegt, nou, die luister ik eigenlijk altijd of vaak? Ja, je dan een aflevering? Ik zal ze eventjes, ik kijk gewoon even ter plekke, want dan zie je ook meteen welke je het meeste luistert. Ik kijk gewoon even op Spotify. Nou, wat ik bijvoorbeeld, ik heb pas nog naar de affirmaties met Beats van Angelique Houtveen geluisterd. Dan krijg je, ja, dat is heel leuk om naar te luisteren. Hele relaxe stem, heel prettig om naar te luisteren. En hele positieve affirmaties die je dan dus hoort. The Lead Wife In van Wendy Kessens heb ik pas nog naar geluisterd. De Magische Momenten podcast van Dolly Heuveling van Beek. Ik heb wel eens naar Deborah Cabau geluisterd, de astrologie podcast. Ik heb naar Tussen Neus en Lippen. Dat gaat dus eigenlijk heel medisch over reuk-smaakstoornissen. Ik heb corona gehad en was mijn
reuk helemaal kwijt. En toen dacht ik toch eens even luisteren naar die podcast die daar toevallig over ging. Inmiddels heb ik voor, denk ik, 75% mijn reuk weer terug. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want dan merk je pas, dan denk je, ja, als je niet meer kunt zien is verschrikkelijk. Maar ook als je niet meer kunt ruiken, dat is ook een flinke verarming. Je proeft bijna niks meer. Nou, mijn opa had dat dus. Die heeft ooit een virus gehad als jongeman. Daarna nooit meer wat kunnen ruiken of fatsoenlijk kunnen proeven. Dus dat was voor hem ook wel heel erg. Want hij was ook, hij werkte met bloemen onder andere. En met, ja, hij was souvenir. Dus dat was voor hem wel heel erg. Nou, dan heb ik mijn eigen kerk even podcast natuurlijk. Ik heb wel eens naar de Koekeroe geluisterd. Naar Ilko de Boer podcast. De Millennial Medium Show van Eva Mangal heb ik wel eens naar geluisterd. Nou, dat zijn wel die de laatste tijd. Dan heb je de Liefdestalk van Margit Cheska. Duitse vrouw die al jaren weer in Nederland woont. Ook heel erg leuk. De Dood Normaal van Winnie Bos. Jouw podcast natuurlijk. Hè? Die luister ik ook wel naar. Yeah. We hebben al een heleboel gehad. Dat nou, dat is een behoorlijke goede lijst. Ja, en Angelique's Voice Notes. Die is de laatste tijd is er niet meer nieuwe erop gezet. Maar daar luister ik ook altijd naar. De Oersterk podcast van Richard de Let. Dus er zijn een heleboel. Ja. Ja, ja, nou duidelijk. En, en wat kijk je of kijk je nooit iets? Kijken, ik ben minder kijkerig, qua televisie dan tenminste. Maar ik kijk wel regelmatig als er interessante webinars zijn. Ik ben wat dat betreft helemaal niet zo'n televisiekijker. Ik denk ook dat ik mijn televisiegids ga afbestellen. Want ik kijk er nauwelijks in. En ja, mijn dochter dan wel. Maar goed, je kunt ook op een andere manier achterkomen wat er op de televisie komt. Het kost toch een boel geld, zo'n gids weer. En dan kijk ik met mijn dochter, kijk ik met name. En dan kijk ik naar The Voice of Holland. Of naar huizenprogramma's, hoe mensen huizen make-over doen. Vind ik ook heel leuk. Of kopen zonder kijken, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Ook wel leuk, die wat creatievere programma's, dat vindt ze ook superleuk. Ja. Daar kijken wij dan samen wel naar. Of dat rijk-arm, dat een rijk gezin, ik weet even de naam niet meer, dat een rijk gezin uitwisselt. Of een weekje bijvoorbeeld in een arm huis gaat wonen en andersom. Ik weet even niet hoe het heet, het programma. Maar ja, iets met arm en rijk. Ja. Ik weet het ook niet. Ja. Ik weet wat ik bedoel. Straatarm, steenrijk straatarm. Oh ja, dat is het. Ik weet het volgens mij. Even, maar dat is ook zo'n programma inderdaad van waar je dan best wel een kijkje in de keuken krijgt bij mensen. Ja. Nou ja, dat ze ook een kijkje in elkaars keuken krijgen letterlijk. En wat dat dan met mensen doet. Ja. En ik vind ook met name programma's waar ik zelf het gevoel van heb. Daar leer ik ook weer wat van. Of daar kan ik inspiratie uithalen. En dat zijn toevallig dan ook wel de dingen die mijn dochter leuk vindt. Ze kijkt ook wel eens naar dingen waar ik denk, ah jee, maar het hoort ook bij die leeftijd. Hè? Ja. Dat is, ja, maar goed. Ja. Ja, nee, dat, ik snap het wel. Ja. Dat, ik vind dat ook leuk, dat soort dingen. Van, van niks iets maken, dat vind ik leuk. Ja. En dingen als The Voice, dat is dan vooral omdat ik het gewoon gaaf vind als mensen op zo'n podium durven te gaan staan en hun talent durven te laten zien. En er zijn toch veel mensen die fantastische talent hebben. En het zou toch gaaf zijn als iedereen lekker op zo'n podium mocht, als hij dat zou willen. Ja, ja. Ik had het als kind niet gedurfd. Ik heb wel zangles gehad een tijdje, maar ja. Ik vind het heel bijzonder en bewonderingswaardig dat die mensen dat durven. En uiteindelijk win je er altijd wat mee, ook al kom je niet ver. Je bent gezien een keer en dat vind ik heel, heel goed. Ja. Ja. En je hebt toch ervaren hoe het is om op zo'n podium te staan en of dat naar meer smaakt of niet. Mm-hmm. Ja, dus dat vind ik er leuk aan. Maar hoe heet het? Ach joh, zoveel leuke dingen waar we over kunnen kletsen. Maar goed, we gaan hem afronden. Want je hebt zoveel mooie dingen gedeeld. Jantine, als mensen nieuwsgierig naar jou zijn en met jou willen connecten, waar kunnen ze jou dan zoal vinden? Ja, ik heb een website om te beginnen. Die moet nog wel, er moet nog een beetje aan gewerkt worden. Maar er is een flinke opzet al. En dat is de jantinetonjes.com. Is dat? Ik heb een LinkedIn-profiel, gewoon op mijn naam ook. Ik heb een podcast, de Caregiver
podcast Jantine Teunjes. Ik heb een Facebookgroep waar ik ook weer eens even wat actiever in mag gaan worden. Niet moet, maar mag. Dat zou leuk zijn. En dat is ook Caregiver trouwens. En ik heb ook Instagram, een zakelijk account, waar ik ook nog wel wat aan mag gaan schroeven. Facebook heb ik niet zakelijk, maar wel privé, mochten mensen toch eens even mijn privé een beetje beter willen leren kennen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik deel lang niet alles natuurlijk. Gewoon wanneer ik er zin in heb en gewoon wat leuke dingetjes. Ik ben niet zo iemand die dan de ellende tentoonspreidt. Dat vind ik ook niet dat mensen er blij van worden. Als ik me strontziek voel, ik noem maar wat, dan ga ik niet erop zitten. Ik ben nou vreselijk ziek, heb medelijden met mij. Nee, dat doe ik niet. Dat vind ik een lage frequentie. En ik hou liever de frequentie hoog. En dan leid ik wel mijn eigen leven tussen lijden met een lange ei of met een korte ei, wat je ook maar wilt horen. En daar mag ik wel in gaan zitten. Ik mag gewoon mijn eigen shit ook voelen af en toe. Daar is niks mis mee. Dat is juist goed om dat te doorvoelen een stuk. En het niet weg te stoppen allemaal. Dat is dus ook een stuk van mijn filosofie. Dat je eigenlijk ook de donkere zijde mag voelen. Waardoor je ook weer meer tot shine gaat komen. Tot je werkelijke potentieel. Dus dat is ook een stuk wat ik voel dat het zo is. Ja, mooi. Ja. Nou, als jullie het dus leuk vinden, kun je haar allemaal volgen. Die links komen allemaal in de show notes. Dus dat komt allemaal goed. Dankjewel, Jantien, voor dit gesprek. Graag gedaan, Kat. En dankjewel voor het podium ook, wat je me hebt geboden. You're so welcome. En lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je het leuk vindt, deel hem met meer mensen. En tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.